Thank you.
mogen eerst naar binnen komen. Prins Jurk en de Bierbubbels, een heel groot applaus. Fantastisch, mooi gedaan. En zo zie je, we beginnen met 33 jaar Zittingsavonden. En we kijken al die filmpjes terug en we zien wat er vanavond gebeurt. In 33 jaar is dus een hele generatie opnieuw met de Zittingsavonden bezig. En dat is heel erg bijzonder en dat is heel erg speciaal. En deze vier Zittingsavonden zullen dan ook een beetje in het teken staan van 33 jaar Zittingsavonden. Prins Jurk, voordat ik dadelijk bij jou begin, ik kom even tussen jullie in staan. Dames en heren, hier is adjudant Jan. Jan Judant, werd hij wel eens een keer genoemd. Voor de zestiende keer dat hij een prins begeleidt. Heel de carnaval door, hij doet het dit jaar voor het laatst. Volgend jaar, ad interim, we krijgen weer gewoon adjudant, ad meges. Heel veel plezier. Vanavond geniet van de Zittingsavonden. Prins Jurk. Groetjes, rappers en groetjes en appelinnetjes. Wij kunnen beter stoppen met wagens bouwen, want wat wij hier nou zien als openingsact. Dames en heren, even een applausje voor 7 de Bierbubbels, jongens. Geweldig. Ah, dat is gewoon, ja. Ik ben er 13 jaar voorzitter en dan na 13 jaar ellende krijg je zoiets. Ja, dat is gewoon geweldig. Kun ik durven zeggen. En dan, ja, het decor. Een week lang heb ik er nog proberen binnen te komen, maar het ging niet lukken. Maar ook daarvoor wil ik echt een applausje, want wij zijn er mooi geworden, jongens. Schitterend. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar vergeleken met een jaar geleden is het vandaag corona. Klopt dat? Mooi zo. Ook daar wel even een applausje. Doe gewoon. Keileuk. Verder rest mij nog maar één ding. En dat is jullie een hele fijne avond te wensen. Ja, ik weet ook niet waar er gaat komen. Het is gewoon een soort lingo eigenlijk, want ja, daar wist ik niet al wat begonnen, maar ik weet het niet. In ieder geval wens ik iedereen een hele fijne avond en we zien elkaar vanavond. En we gaan zien wat we voor ons gemaakt hebben vanavond. Dankjewel. En dan geef ik nu het woord aan Remco en Marielle, de presentatoren voor vanavond.